Meneer Leon, kunt u omschrijven hoe uw cliënt Klaas Otto terugkijkt op de gebeurtenissen van de afgelopen weken? Nou ja, laat ik vooropstellen dat hij het zichzelf verwijt. Dat hij het contactverbod met een medeverdachte heeft overtreden. Dat is iets wat hij natuurlijk had kunnen voorkomen als hij daar meer aandacht aan had gegeven. Hij voelt het wel alsof hij in een val is gelokt. En daar heeft hij ook een heel verhaal bij. En voor het overige is het zo dat wat uit de melding gekomen is vervolgens. De verdenking van een bedreiging van getuigen en afpersing. Dat is eigenlijk als een mokerslag bij hem binnengekomen. En mede vanwege het feit dat het een zeer goede bekende is van hem, die hem daarmee belast heeft, is hij daar zwaar door geraakt, laat ik het maar zo zeggen. Intussen is het OM alweer bezig met het uitbreiden van de aanklacht. Een nieuwe beschuldiging wordt waarschijnlijk toegevoegd aan die lange aanklacht. Wat vindt u daarvan? Is hij daarvan onder de indruk? En u bijvoorbeeld ook? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Onder de indruk. Ik kijk dan, wat is er voor het moment in het dossier aanwezig? En dan kom ik tot de conclusie dat dat wel meevalt. En dat dat sowieso geen gelopen race is. Ik vind het erg mager. Maar de officier die heeft al aangegeven nog een maand of twee nodig te hebben voordat ze kan komen bij benadering met een einddossier. Dus het zou kunnen zijn dat dossier nog gaat aanjongen, dat weet ik niet. Maar vooralsnog ben ik niet onder de indruk. Wat ook opvalt is dat uw cliënt eigenlijk zegt, ja kijk, ze moeten mij wel hebben. Iedere scheet die ik laat, die wordt bij het OM en ook bij de politie uitgelegd als een kernbom. Daar baal ik van. Ja, als een soort verpersoonlijking van al het kwaad in het Brabantse wordt de naam Klaas Otto natuurlijk vaak gehoord. Als het de berichtgeving is vanuit justitie. En dat blijkt ook wel in het benaderen van deze en gene door de politie en justitie. Ik heb het zelf vergeleken met de Syrische stad Aleppo onder beleg, waar geschoten wordt door sluipschutters op alles wat beweegt. En ik denk dat hij inderdaad wel te vergelijken is met iemand die niet onder een vergrootglas ligt, maar in een stadion gezien moet worden in zijn eentje met bouwlampen erop.